wat kunnen ze wel doen in Schoten? Ja, zingen, dansen, springen en quizzen natuurlijk. Surf naar www.ikhouvanschoten.be en daar klikken op quiz. Als voorzitter van de Kamer van Plastische Kunsten kan ik u meedelen dat de Kamer hoofdzakelijk uit leden bestaat die zelfstandig allemaal werken. Omdat wij geen kring in samen schilderen. Iedereen doet op zijn manier dat. Daarmee is er ook de Kamer dat de Plastische Kunsten van de Volkkempen te Schoten. Wij altijd zijn zelfstandige kunstenaars, heb ik gezegd, die op eigen atelier werken. En de bedoeling van de Kamer is van die mensen bijeen te brengen en in materieel of mentaal dus te ondersteunen. Het is ook de bedoeling dat we niet altijd allen tezamen exposeren. Maar dat bijvoorbeeld een beeld hebben met een schilder. En die zegt, ja, ik heb een mooie locatie gevonden, wil jij meedoen? En dan is dat ook, deelt dan kosten ook wel wat. De schilder heeft de muren, de beeldhouwer heeft de ruimte en dan krijgen we een mooie expositie. En dat wisselwerking, dat doen we. De tweede wisselwerking die wij voorop stellen, dat is ook dat we uitwisselingen doen met andere gemeentes, andere dingen. Zo staat er bijvoorbeeld voor het volgend jaar waarschijnlijk een uitwisseling met Venray in Nederland op het spel. Daar zijn we de afspraken mee aan het maken. En dan wisselen wij, dan laten we Venray naar hier komen en wij gaan naar Ginder. Dus dan doen we een uitwisseling. Dat hebben we reeds gedaan met, in Polen, met Tarnow. Dat hebben we gedaan in Rommel. Dat hebben we gedaan met Breen. Ja, vergeet misschien nog een paar. Maar dat is vooral de hoofdstelling van de Kamer. Dus dat je ter ondersteuning van elkaar het werk bespreekt. Je komt dan binnen in op atelier en dergelijke. En dan gaan we daar rustig aan een klapje doen en zeggen, hoe is het bij u? We zijn ermee bezig. En zo wisselt dat. En dan van vergaderingen hebben wij niet veel, dat zijn minstens nog een stuk of twee, drie op een jaar. Wat wij ook samen willen doen, dan is dat er iemand zegt, ik heb een magnifieke tentoonstelling gezien in Brussel. We hadden dus even geen goesting met een paar mensen dus in het verhaal. Dus die zaken doen wij ook. En dan ja, het werk van mij, dat is de eerste wat hier hangt. Voor mij, ik werk even in praktisch altijd in acryl. En dat is ook mijn lakverf. En het zijn vooral mijn reisindrukken. Ik reis de laatste tijd nogal een beetje. En dan probeer ik de gevoelswaarde die ik op mijn reizen opdoe, van dat weer te geven in mijn schilderij. Gelijk als nu, dat is Mexico. En in de kleur die ik daar gebruik, dat is het gevoel dat ik schilder heb in Mexico. Dat zijn echt de kleuren van kinderen. Als ik Italië heb geschilderd, dan is dat egal. Dan zit dat meer naar de gele en naar de oranjes en naar de, dan dat hevige rood en zo. Indië heeft dan weer een ander aspect. En die probeer ik dus in mijn werk te leggen. Ik ben Varuns de Kitstel. Ik stel momenteel fotografie te tonen. Mijn werken zijn vooral sober. Er zijn eigenlijk weinig kleuren, voornamelijk in zwart en wit. Het gaat meestal over de industrie. Momenteel is het fotografie. Daarvoor heb ik grafiek in tentoongesteld. Ik ben lid van de Kamer voor Plastische Kunsten en ik verzorg eigenlijk tevens ook de website en de publiciteit en zo, de uitnodigingen en zo, dat maak ik ook voor hen. Ik ben Tien Helge. Ik woon bij mijn zus hier in Schoten en mijn atelier is in Oostham. Ik ben bezig met maken beelden met de kettingzaag in hout. Ik heb hier ook een video staan waar ik met de kettingzaag in ijs werk. En ja, als ik met een stuk hout bezig ben, dan komen die beelden van het beeld ontstaat uit zichzelf eigenlijk. Zo van ik zoek naar evenwicht in de vormen en dat elke kant een beetje een ander beeld geeft of een ander uitzicht geeft. Ik ben niet op de opening aanwezig kunnen zijn. Ik had de dag voordien een opening in huis de zolder, omdat ik een installatie heb gemaakt.
soort atelier. En ik ben ontzettend blij van hier als gastkunstenaar aanwezig te kunnen zijn. Ik hoop dat dat nog zal gebeuren. Zo. En ik vind het wel een ontzettend gastvrije groep hier. Zo van heel fijne mensen. Dus, dat hoort er eigenlijk ook bij. Zo allemaal kunstenaars. Een fantastische tentoonstelling hier, vind ik. Ik ben Hugo Derbe. Ik ben kunstenaar. Ik werk meestal in aquarel. De laatste tijd ben ik ook pastel aan het werken. Mijn vroeger jaren deed ik olieverf, maar ik ben echt verhangen aan de aquarel. Ik vind het een geweldige manier om mee te werken. En je kunt ongelooflijk een sfeer creëren, landschappen bijvoorbeeld, dat het zo mistig en mysterieus wordt. Ik vind het een aangename manier om te schilderen. Het is ook geen simpele manier om te schilderen, want je kunt er ook weinig aan retoucheren. Het moet in eerste juist zijn. Dat is de grote moeilijkheid van aquarel.